Europa wil dat paardenmarkten worden overdekt om verspreiding van ziektes tegen te gaan en wil een betere registratie. Het zal waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn in de toekomst om paarden rechtstreeks vanaf de markt te exporteren naar het buitenland. En een ander punt is dat ze waarschijnlijk gaan verplichten dat alle paarden bij binnenkomst van de markt worden gecontroleerd, zowel de chip als het paspoort. Dus dat is extra werk, extra administratie, niet iets waar wij op zitten te wachten. En ook de dierenbescherming verzet zich al jaren tegen grote paardenmarkten zoals die in Elst. Zij willen dat het feest en de paardenhandel uit elkaar wordt getrokken. Daar moet je echt gaan kijken naar een andere vorm van handel, waarbij je niet meer het grote publiek er doorheen laat lopen, waar het geen festiviteit meer is. Maar bijvoorbeeld kijken naar echt een officiële handelsplaats die gecontroleerd en goed ingericht voor de dieren kan worden georganiseerd. De Elster paardenmarkt ziet er met leden ogen aan. Volgens hen is alles gedaan om het welzijn van de paarden te garanderen en erkent het dat het soms misgaat. Maar illegale handel ligt op de loer als de huidige paardenmarkt wordt verboden zoals de dierenbescherming dat wil. Er zijn een groepje mensen die paarden ruw behandelen. En dat komt ook voor op paardenmarkten. Maar als je de paardenmarkt afschaft, dan zal dat niet helpen. Die mensen blijven dat ergens anders natuurlijk ook doen. En je kunt natuurlijk aannemen dat ze dat op de paardenmarkt veel minder doen. Want waar is de controle groter dan hier?